Hey, welcome bij het Pop en Showbiz Nieuws. We zijn hier in het prachtige Zermatt in Zwitserland, naar aanleiding van de nieuwe collectie van Peak Performance. Jade Foray had hier een fotoshoot voor P Magazine, Kevin Janssens zorgde voor het nodige vertier en ik onderging het allemaal met plezier. Ik sta hier bij de verantwoordelijke voor Peak Performance België, Paul Galle. En we zijn hier in het mooie Zwitserse Zermatt voor de nieuwe collectie. Waarom heb je gekozen voor Zermatt? Well, Peak Performance organiseert ieder jaar een soorten awards naar de mooiste bergen, de mooiste omgeving. En Zermatt is dit jaar uitgekozen geweest als aan je toplocatie, prachtig bergen, prachtige omgeving. Well, eerst moet ik zeggen dat Peak in feite een perfecte mix is tussen techniciteit en fashion. Dus dat is ons groot voordeel ten opzichte van vele andere merken. Dus we hebben ook een blacklight lijn, dus het toptechnische, de beste materiaal. Dus altijd in samenwerking met topsporters, mensen die constant in de bergen vertoeven, zoals Hitsen. Jacobo Fufacci is namelijk ook iemand die de collectie test voor ons. Body moving, body moving, body moving, we be body moving. Een van de mensen die jullie uitgenodigd hebben is Jade Foray. Zij staat binnenkort op de cover van P Magazine in Peak Performance. Waarom hebben jullie gekozen voor haar? Wel, nogal voor de hand liggend. Jade is een top Belgisch mannequin. Die heeft catwalks gelopen voor Giorgio Armani, Versace. En we hadden de kans of we zijn in contact gekomen met Jade enige tijd geleden. En vandaar dat wij gevraagd hebben van kijk, zou ik niet zien zitten om even met Peak ook iets te doen. En ze heeft daar zeer enthousiast op gereageerd. En we hebben dan ook de fotoshoot gisteren gedaan. Het was niet zo evident. Het was min 17 graden. Dus het was een beetje mix tussen een beetje lingerie. Niet dat wij specifiek in lingerie zitten, maar toch iets sexier te maken. En dat meisje heeft dat fantastisch gedaan. Min 17, boven daar, echt chapeau voor die jonge dame. Want het is nog een jonge dame, ze is met moeite 18 jaar. En het was een heel toffe meid en een toffe ervaring voor mij ook om zo'n fotoshoot te mogen meemaken. Tu viens de faire un shoot ici à Zermatt. C'est la première fois que tu as fait un shoot dans la neige. Oui, c'est la toute première fois. Ça fait maintenant 4 ans et demi que je fais du mannequinat. Mais dans la neige, c'est la première fois. Et comment ça s'est passé? Honnêtement, je peux pas dire que je n'avais pas froid, vu que j'étais en soutien-gorge. Mais c'était chouette. C'était vraiment très chouette. Il faisait froid, c'était un peu compliqué, mais c'était bien. Quelle tenue est-ce qu'on peut voir dans ce shoot? Vous pouvez voir la marque Peak Performance, plus des accessoires, dont de la lingerie aussi. On a fait une combinaison en fait lingerie plus vêtements de ski. Je trouve vraiment bien la collection. Moi, je fais jamais de sport d'hiver, donc j'ai pas l'habitude de porter ce genre de vêtements. Mais je trouve que c'est vraiment bien, on se sent bien dedans. La matière est super cool. Ici, maintenant, ils ont fait une collection pour filles, noir et rose. Ça donne super bien, ça moule bien le corps, c'est parfait. Bien Peak Performance. Kevin, jij bent ook een van de gelukszakjes die mee mochten naar Zermatt. Je hebt vroeger ook al geskiet, maar ben je hier ooit al eens geweest? Nee, dit is de eerste keer Zermatt. Ik ben vroeger wel in Innsbruck en zo geweest, denk ik. Dat is Oostenrijk en dan ergens in Italië. Maar dit is de eerste keer in Zermatt en ik ben natuurlijk heel blij dat ze mij gevraagd hebben om die trip hier mee te maken. Dus, ik heb gesnowboard nu, dus ik heb de laatste keer dat ik dat had gedaan, ook tevens de laatste keer dat ik had geskiet, dat ik eens gesnowboard had geprobeerd, maar dat ging niet zo goed. Dus ik had nu zoiets van, ik ga dat terug oppikken, dat snowboarden. Maar dat is eigenlijk niet zo gemakkelijk. Het is niet zo goed gelukt vandaag. Nee, ik heb echt mijn polsen keiveel pijn gedaan. Dus, en mijn kont doet heel veel zeer. En ik heb een kap op mijn knie ook, heb ik nu gemerkt. Wel, ik draag nu alles helemaal van Peak.
Het is geweldig. Het zit super goed, het is super warm, het is super licht. Je hebt niet het gevoel dat je ik weet niet hoeveel aan hebt. En het is ik weet niet hoe materiaal. Je hebt geen seconde kou. Het is spijtig dat het eigenlijk bijna gedaan is. Dat het nog een paar dagen langer mogen duren, maar we hebben echt super leuke dingen kunnen doen. Dus we super fijne mensen leren kennen. Dus vanmorgen heeft iedereen afgesproken aan het hotel. Dan zijn we vertrokken richting de bergen. We dachten dat we gewoon een wandeling gingen maken in de sneeuw. Tot op een gegeven moment gigantische rotsen kwamen. En toen kregen we allemaal een harnas. Dat zijn we natuurlijk eerst gaan halen. Moesten we dat aandoen. En we hebben vastgemaakt aan, ja, aan koorden. En dan moesten we elk onze eigen weg gaan. En dan zijn we echt een trip gemaakt tussen rotswanden, over bruggen. Moesten we een dead ride doen. Van de ene rots naar de andere rots slingeren. Wat hilarisch materiaal zal opleveren. Want de dames in het gezelschap die hebben heel Zermatt hierbij gekrest, denk ik, met die dingen. De Zwitsers zijn echt zat. Ze zijn echt zatte mannen. Zo gaan die elke dag dat werken. Ik zou wel een pintje kunnen gebruiken eigenlijk. Yahoo! Can I go? Oh, ik ben zo bang van die baby. 3, 2, 1. Ja! Hey, dat is een pakje beter dan in de speeltuin, man. Hey, ik sta hier bij Jacopo, een professionele skier die Peak Performance advies geeft over het verbeteren van hun skikleding. Jacopo, how did you get the job to advise to be an expert advisor for Peak Performance? Me, this job is started 8 years ago. And it's so fun. I ski. He pay me for ski, test the clothes, and it's so cool. It's the great job that I can really imagine to do. I love to be in the Peak Performance because it's more like a family. It's a really cool brand because it's so big. It's cool. He really follow the team, and he really try to satisfy all our questions. Performance started I think 3 years ago to make a new collection. It's the Black Light collection. It's the most technical brand I think in the world for the moment, and he make this edition just for the mountain guy, for the people that he live and work all year in the mountain. A really great collection. Is so technical. Is in collaboration with the Gore-Tex also, and we try to use the new material to find something more really technical for the alpinist, but not just for the alpinist, but for the really what you call lovely people from the mountain. That the people that stay in the mountain, you want just to know have something perfect for alpinism, ski, touring, and something. And the difference with the other brand is he make this collection really, really technical, but in the same style, you have a really good style. The Gore-Tex is the same for everybody. And this is the big difference with the Peak Performance and the other brand, because, you know, it's like cooking. The ingredient is the same for everybody, but then you need the chef to make the difference.
Blijf zeker kijken, want straks vertel ik je wat je moet doen om kans te maken op een ski Aston Peak Performance ter waarde van 500 euro. Piet Godard kan terugkijken op een succesvol decennium als Ozark Henry. Op 10 november stelde hij zijn best of CD A Decade voor. DJ Ilse ging naar het optreden en blikte samen met Ozark Henry terug op de afgelopen 10 jaar.